Rebel Racing die zal volgend jaar officieel gezien niet meer met Honda motoren rijden, maar de Japanners die blijven op de achtergrond mogelijk toch nog betrokken bij het Formule 1 team. 2022 zal een soort van overgangsjaar worden en Honda topman Masaya Nagai die sluit een langere betrokkenheid niet uit. Officieel gezien trekt Honda zich na dit seizoen terug als motorfabrikant uit de Formule 1 en zal Rebel Racing vanaf dat moment met haar eigen krachtbonden moeten gaan rijden. Toch bestaat er de kans dat de Japanse motorbouwer ook volgend seizoen nog deels betrokken is bij de motor van Red Bull. We zullen zien hoe het gaat, zo vertelt Nagai aan de Japanse tak van motorsport.com. De gesprekken met Red Bull over hoe we het precies gaan doen zijn nog niet afgerond. Ze hebben hun eigen power unit afdeling opgezet en we hebben nog niet bepaald in hoeverre we onze know-how op motorisch gebied overdragen en hoe we hen in de overgangsperiode steunen. Ja, naast dat Honda mogelijk nog ondersteuning gaat bieden op motorisch gebied, overwegen ze ook om als sponsor actief te blijven. Beslissingen hierover zijn echter nog niet genomen. We zijn geen motorleverancier, dus het logo zal niet zoals nu overal te zien zijn. Volgend jaar zijn we geen Red Bull jongens meer. We weten niet eens of ons logo als sponsor op de auto zal zitten. Daar is nog geen besluit over genomen. Aldus de Honda topman. En Robin Vrijns die heeft in zijn allereerste deelname aan de 24 uur van Le Mans direct weten te winnen in de LMP2 klasse. Na een dramatische ontknoping wist de 30-jarige coureur in de laatste ronde toch nog als eerste over de streep te komen voor het Belgische team WRT. En de Grand Prix van Nederland die keert dit seizoen na een hele lange tijd weer terug op het circuit van Zandvoort. Nou, hoewel het één groot feest lijkt te worden in de Noord-Hollandse badplaats, zal er ook wel wat overlast ontstaan voor de rest van Nederland. In het openbaar vervoer zullen er minder treinen gaan rijden dat weekend. Ja, omdat er maar liefst 12 treinen per uur van en naar Zandvoort rijden, zal er op andere plekken in het land dan weer minder gereden worden. Op verschillende trajecten zal dit weekend niet 4 keer per uur, maar slechts 2 keer per uur worden gereden. En een ritje naar het Spoorwegmuseum, mocht je dat gepland hebben, zit er die dag al helemaal niet in. In verschillende plaatsen zal er van de huidige dienstregeling worden afgestapt om de logistiek rondom Zandvoort in goede banen, goede spoorbanen, te leiden. Goed, dat was hem dan het GP-Fans nieuws van vandaag. Voor dit een leuke video, laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!